Hallo allemaal! Vandaag gaan we het hebben over concealer. Concealer kun je gebruiken om eigenlijk bepaalde kleine plekjes op je huid te verdoezelen. Bijvoorbeeld, ik heb last van donkere kringen hier. En je ziet ook nog een paar littekentjes van oude onzuiverheden. Dat soort dingen kun je verbergen met concealer. Daarnaast kun je concealers of color correctors gebruiken om bepaalde verkleuringen in je huid op te lossen. Zoals bijvoorbeeld rode plekjes, hier bij je neus of bij je kin of op andere plekken in je gezicht. Vandaag heb ik aan de ene helft van mijn gezicht vast wat foundation aangebracht. Dat is deze helft. Daarvoor heb ik gebruikt de Loose Mineral Foundation van Inika in de kleur Strength. Om het verschil te laten zien met de producten die je voor je foundation kunt gebruiken en na je foundation. Het is zo dat je in principe concealer zowel voor als na je foundation kan aanbrengen. Ik persoonlijk kies er over het algemeen voor om concealer na mijn foundation aan te brengen. Omdat ik het risico loop dat ik met foundation mijn net aangebrachte concealer weer uitveeg. En dat is zonde van mijn product. Vandaag begin ik met een color corrector. Dat is deze. De Blush Away van Lily Lolo. Deze color corrector is groen van kleur. Een color corrector om rood mee te verdoezelen is groen van kleur. Dat heft de kleur rood op. Deze color corrector is een losse minerale poeder. Dat betekent dat het makkelijkste is om een klein beetje in het dekseltje te schudden. Zodat je goed kunt doseren. Ik gebruik vandaag de Taper Blending kwast van Lily Lolo om het aan te brengen. Ik dip mijn kwast in de color corrector en ga ik als eerste onder mijn foundation de rode plekjes verdoezelen. En ook hier. Een color corrector gebruik je onder je foundation. Waarom is dat? Nou, dat zie je eigenlijk al een beetje. Een color corrector geeft namelijk een kleurwaas. Je ziet hier nu duidelijk een groen-witte veeg en hier ook. Pas met foundation eroverheen zie je het eindresultaat van het gebruik van je color corrector. Nu ga ik verder met het aanbrengen van mijn foundation. Daarvoor de Kabuki kwast van Inika. Met een ronddraaiende beweging in het dekseltje, zodat de poeder goed opgenomen wordt in de kwast. Ik tik hem even af. Voor kleinere plekjes kun je er ook voor kiezen om een kleinere kwast te gebruiken. Je ziet namelijk dat hier bij mijn neus er nog onvoldoende dekking is. Nu de color corrector en de foundation erop zit, zie je dat de rode plekjes hier bij mijn neus en bij mijn kin helemaal weg zijn. Foundation maakt je huid al voor een heel stuk egaal. Maar om het nog perfecter te maken, kun je gebruik maken van wat concealer. Als je plekjes op je gezicht wil verdoezelen, zoals deze hier, kun je het beste kiezen voor een concealer die ongeveer dezelfde kleur is als je huid. Niet veel donkerder, niet veel lichter. Zo valt het het minst op. Gebruik daarvoor vandaag de Inika Full Coverage Concealer in de kleur Shell. En de Detail Brush. Klein kwastje kun je heel precies de plekjes kiezen waar je een beetje concealer aan wil brengen. Vervolgens kun je ze met je vinger het beste een beetje blenden.
Vanwege donkere kringen onder je ogen kun je een concealer gebruiken die ongeveer 1 tint lichter is dan je huidskleur. Dat geeft namelijk een verhelderend effect waardoor je er fris en uitgerust uitziet. Ik heb daarvoor vandaag 2 verschillende concealers die ik wil laten zien. De eerste is een minerale concealer van Lily Lolo. Ook dit is een minerale concealer. Dat betekent dat ik een beetje poeder in het dekseltje heb gedaan. En ik pak dezelfde kwast als die ik net voor de color correct. Met een smalle kwast kun je de concealer heel precies aanbrengen, alleen op de plekjes waar je het nodig hebt. Om er nou voor te zorgen dat er geen lijntjes zitten en geen harde kleurverschillen zitten tussen je concealer en je foundation, kun je er altijd voor kiezen om nog heel even met de smalle kwast het wat te blenden, waardoor alles mooi in elkaar overloopt. Dit kun je ook doen bij de andere plekjes. En omdat dit een minerale poeder is, zorgt het er ook meteen voor dat je concealer extra goed blijft zitten. Verder wil ik nog de vloeibare concealer laten zien. Ik heb vandaag de concealer van Madara. In de kleur Latte. Een vloeibare concealer breng je in principe op dezelfde manier aan. Op de plek waar je moet zijn, zet je heel gedetailleerd een aantal stipjes. Je kunt ervoor kiezen om het te vervagen met een kwast. Ik doe het vandaag met mijn vinger. Het mooiste is als je je concealer zachtjes in je huid klopt. Als je gaat wrijven, loop je namelijk het risico dat je hem wegveegt en dat je bovendien je foundation verplaatst. Als je goed kijkt, zie je dat er een verschil zit in de finish van de concealers. Dit is een minerale poederconcealer, die is wat matter. En dit is een vloeibare concealer, die is wat meer glanzend, dat noemen we meer dewy. Voor welke je kiest hangt eigenlijk af van je persoonlijke voorkeur. Als je last hebt van vette oogleden bijvoorbeeld, is het verstandig om een poederconcealer te kiezen. Die zorgt ervoor dat eventuele vettigheid goed wordt opgenomen. Hou je van een frisse, glanzende, dewy look, zoals we dat noemen, en heb je weinig last van vette oogleden, dan is het gewoon hartstikke goed om een vloeibare concealer te kiezen. Dit is het eindresultaat. Hierna kun je verder met de rest van je make-up. Ben jij nou benieuwd welke concealers we bij Bewust Puur allemaal hebben? En ben je geïnteresseerd in natuurlijke en organic make-up? Kijk dan hier beneden welke producten we vandaag allemaal gebruikt hebben.